Nou ja, het voelt als thuiskomen. Ik bedoel, heel veel bekende gezichten. En ik ben ontzettend blij dat ik weer terug ben. Ja, dit is jouw eerste wedstrijd als teammanager. Hoe is dat nou om dat te zijn? Nou ja, we hadden het erover. Mijn eerste wedstrijd voor NEC die we tegen een profclub speelden, was volgens mij ook tegen de eerste. Dat was toen in Groesbeek bij de Treffers. Dus ja, dat is wel heel apart, ja. Maar nee, het is geweldig. Ik vind het leuk en ik kan niet wachten. En ja, hopelijk kunnen we de verwachting waarmaken. Ja, want de verwachtingen zijn kampioen worden. Nou, jij weet hoe dat is om kampioen te worden van de Eerste Divisie. Dat heb je met de Graafschap gedaan. En jij speelde toen de hoofdrol, want jij kopte de beslissende goal er toen in. Ja, nou ja, dat waren hele mooie momenten. En die pakken ze mij niet meer af. En ik hoop natuurlijk met NEC hetzelfde te kunnen bewerkstelligen. Alleen, ja, er zal wat erbij moeten komen. En we gaan het zien, ja. Nou ja, jij als voetbalkenner, jij ziet vanavond NEC hier in zo'n oefenwedstrijd spelen. Nog maar halverwege de voorbereiding. Dat ziet er toch aardig uit, hè? Ik vond het zeker. Natuurlijk, het zijn de trainers, maar je zegt natuurlijk dat de fase ook wat minder was. Maar nee, ik moet zeggen, ik vond het een mooie, leuke wedstrijd om te zien. Absoluut.